Krásný den, milí diváci. Mám pro vás radostnou zprávu. Do Čech se vrátil Kisian. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Velkomem Čechie. A ještě si dovolím představit jeho úžasnou tlumočnici Dianu. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji. Kisiane, by jsme tě neviděli v republice minimálně pět let. Prostě před covidem. Vy je pilnit chazín o chvíl, Uh, ja, alles bij elkaar is dus, uh, uh, 4,5 jaar. En, uh, en hier zo is denk ik vijf jaar geleden dat ik voor het laatst. Ja, in de 4,5 jaar ben ik in de en hier is het 5 jaar bij u in de studio. Mooi, het is ons chibiël. ik heb Ja, ik Ja, ik heb het ook hier gemist, Tsjechië. Je moet het ook eens tisken, maar al Ja. Dat geloof ik. En we zijn blij dat die moeilijke tijden zijn blij? die zware periode is langzaam achter ons ruch. Ja, gelukkig wel. Naštěstí už ano. Ano, takže se budeme bavit o těch lepších časech. Wij gaan even spreken over die betere tijden. Dat lijkt me fijn, ons. ja. Ano, máme to všichni stejně. Wij hebben dit uh, Ja. Uh, my dokonce to nazýváme doba před covidem a doba po covidu. Wij noemen dat tijd voor de COVID en tijd na de COVID. Ja, ze in Nederland precies hetzelfde. Holandsko to samé. Ano, ano. Ja. Takže vítejme, uh, pojďme se bavit v době po COVIDu. Wij gaan nu even spreken na COVID. Ja, heiden. prima. En, uh, ja. en we spreken over het nu. Ja. Budem se bavit ano. o teď, o co nás čeká. Ja. Čili ty pro nás připravuješ daršany? Uh, já ben uh, vyrbejzach uh, met u uh, daršan. Ja, klopt. Ah, uiteindelijk, je zes vaker in Praag? En ik denk, wij zien, wij jou, zien weer, door meer keer in Praag of in Tsjechië. Ja, sowieso. Dat is het plan. Dat je het plan. Ja, ik hoop na de zomer weer te komen. denk dat het zal Ja. Dat ik in de Tsjechische Republiek Ja, ergens in de herfst. So in time, Někde v uh, období uh, podzimu. Ja. Yeah. So Fajn, oměr tebe konekome. A dát se sem, budu vracet. Ja. Yeah. A my, my se ti taky rádi vyžádáme. Na, baje veli auto Ja, dankjewel. je <laughs> Děkuji. Yeah. Moc rádo se stalo. Pojďme se teď bavit, my jsme vlastně stále v transformačním období, prostě prožíváme všichni transformaci, každý trošku pospím, ale přitom se pak schodneme na tom, že ta transformace kterou prožíváme je sice náročná, ale a očistná, ale přináší i své plody. Wij zijn in, uh, periode, een transformatieperiode, uh, iedereen co eigen wat moet schoonmaken bij hemzelf, mm -hmm. maar dat bracht ook vruchten. Ja. Je otázka z ní? ze uh, so, byl u vragen. Co mu přinesla ta doba, kterou kterou jsme si co jemu tedy tobě přinesla konkrétně ta doba, kterou jsme si procházeli? Wat heb u speciaal die tijd gebracht wat wij heb hier er meegemaakt die tijden voor de covid. Co dobrého přinesla? Wat goed heb voor jou betekend? Wat goed heb gebracht? Tombre Het heeft me gebracht dat ik uh, veel, veel lekker mag wandelen, in de wandelen, dus buiten mag zijn. Uh, dat het heeft me gegeven dat ik vrij tijd voor mijn voor leven, procházek. Uh, en te gaan sporten. Zachiet sporten. en yoga gaan doen. Zachiet zoiets in wat Dat heeft het me gegeven, maar ik moet het nog wel iedere dag in praktijk brengen. Dat heeft me tijd gegeven, maar ik moet het nog steeds praktiseren in het leven. Ik ben af en toe een beetje lauw. Ik ben een beetje leeg. Maar het andere wat me heeft gebracht, dat je ook van de magneten van de kleine dingen, zoals kamperen... Dat heeft me gegeven dat we ons kunnen gelukkigen met de kleinheid. En samen zijn met familie. En meer tijd met de familie. Dat het leven heel kostbaar is. že život je vlastně to nejvzácnější, co máme. En we zijn hier maar een korte tijd. A uh, máme tady málo času, nemáme tolik času. En dan moeten we eigenlijk alles uithalen. A uh, vlastně musíme si vyndat všechny talenty, které máme. Dus ja, we hebben het, nu de bloesem en de vruchten gaan we plukken. A uh, teď vlastně v tom rozkvětu budeme sbírat ty plody. Ja. Mm -hmm. yeah. Žili přineslo to to, že, že každý z nás mohl přehodnotit svůj život a yeah. přehodnotit priority v životě? Yeah. Auch, uh, we priority, uh, yeah. Ano. Mm -hmm. Že jsme upustili od toho materiálního a vlastně. Uh, Weet, and... uh, we beginnen te leven in vluchtelingen en in ons eigen leven. Ja, dat uh, bracht uh, meer naar die kant voor de uh, voor eigen mm -hmm. zelf. Wie zijn, uh, wie zijn wij? Ja. Uh, van die kant van materialisme. Gewoon meer voor uh, gewoon partnerschap, familieschap. Ja, klopt. En, uh, en wat het me ook wel ge heeft gegeven, ook voor nu, hè, dat ik ook zo voel van... Um, dat ik heel graag weer darshan wil geven dat het ook doordat de tijd zo kostbaar is om hier te zijn dat ik ook voel van ik wil het gewoon delen aan andere mensen en uh, ik wil het delen voor de, voor, van binnenuit omdat ik voel van mijn hart dat het weer de tijd is om om, uh, om darshan te geven de, de stroom te geven de, wat het ook is. Ja, het of het hart. Ze dawat die se to dostalo co nevic Čili co vlastně, se teď změnilo při jeho práci, světelné práci a při jeho daršany? Yeah. Wat is veranderd met uw uh, nu met Daršan. met jouw licht, is wat uh, meer veranderen? Ik denk, ik denk dat het licht wel hetzelfde is, denk ik. Uh, maar ik denk dat, dat het van binnenuit... Uh, ik ben wat uh, meer ontspannen. Uh, Světlo je stejné, co bylo, ale od srdce to jde jako víc ze zhora, že musím rozdávat víc lidem. Vond ik alles wel okay. uh, předtím jsem si myslela, to je všechno tak Ma v pořádku, to stačí. Manuvole, dat het okay is, hoe het ook gaat. Ale teď si myslím, že je v pořádku, že to může probíhat ještě intenzivněji. Ja. Je to možná tím, že jsme si uvědomili, jak jsme jako lidstvo a lidi zranitelní během toho covidu? Zaj uh, uh, Frank, dat is misschien met dit, wat wij beseffen, hoe A zranitelní. En wij zijn eigenlijk heel Sorry? Ja, wij zijn na kan snel Ja. vanaf Bouten mm -hmm. in. Ja. En uh, dan zei ik, dacht, jij hebt dit gekregen voor ja. mensen te helpen. Ja. Meer. Is het dat je het uvjedomlijst, dat je de verantwoordelijkheid van Ja. mensen heb ook gezien die pijn voor de wereld. Ja. Mensen uh, die een wereld. hebben. Ja, dat klopt. Dat is waar. Mm -hmm. Ja. dat je nu meer nodig heeft om te Heb jij ook zo'n idee, ik moet uh, die mensen meer helpen? Ehm... Um. Nee, niet op die manier. Nee, nee. Maar ik wil dat wel uitleggen wat ik ermee bedoel. Antwoord is het leed, dat Mensen voelen van binnenuit zelf dat ze bij mij willen komen in de energie. dat het En van daaruit helpen ze zichzelf. En daarmee helpen ze als ik ze erbij Maar het binnenste is dus dat we, wat ik zo voel, van dat binnenin die focus op het licht in onszelf is. De, wat we van binnenuit is, zeg maar. Dat iedereen het maar in zich licht. En daar heb ik de afgelopen dagen ook op aan met, met de groep aan gewerkt, weer mm Ja, -hmm. ik werk precies zo met het reactiveren van je eigen licht. Het is er altijd. Het is nooit weg geweest dat licht. Het enige wat ik doe is hun herinneren. Maar ik terug, om ze to herinneren. Ja, en als ik in Darsjan, de licht zeg maar, de verlichtende sessie. Als ik in slaap dan het licht. Breng ik dat licht naar binnen, het hart gaat te sneller, te sneller kloppen. En dan is het licht het En dan in het biologisch hart stroomt het vanzelf in het, 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 het licht. Ja, en de verstillende sessie, die hebben jullie ook al ervaren. Uh, sessie, die dashan is dat ze stilte in hun lichaam, hoofd krijgen. Om ze te geven. En dat brengt het samen. Dus uh, ik ondersteun ze in, in zichzelf. Dus ik vind het een mooier woord als helpen. Ik ben meer het setje wat ze geeft op het goede pad. Ja, dat is mijn taak, mijn levenstaak. A to jeho životní cesta. A co je jisté, že uh, po covidu teď je tady hodně práce? Uh, what is sacred, not the COVID. It's a helpful work. Já. Yeah. Uh, Me je třeba zase nás všechny zvednout, nebo my se máme zvednout. Vy můžete, jako lidé, vyrchovat krach, krajchen a obstát. We zijn met energie gewoon heel veel naar beneden gegaan. Ja. Als je is, is het Dat is tijd. Gewoon, wij komen op onze kracht en weer opstaan. Ja. Als de, als de Venus uit de as. Yes. Ja. Ja. Ja, leven is Ja, leven is er altijd. Život uh, je nekonečný, život je stále. Co mnoho dvěchám? A nikdy neskončí. Um, uh, uh, a ene uh, já věřím, že to je ta pravá energie. Je, dat omvat, ta jediná energie. Dat omvat alles. A uh, ta vlastně uh, všechno řídí. Wat voor de een zwaar aanvoelt, zal voor de ander licht aanvoelen. Uh, pro někoho je to těžší, pro někoho je to lehčí. Dus ja, we moeten maar niet meer geloven in positief en negatief. niet positief en negatief Of in zwart en wit. A, nebo a in en Of jouzelf voel je vanzelf, van wat is positief, wat is licht voor jou en wat is zwaar. Alleen we in onszelf voelen wat is moeilijk, wat is positief. En in het dagelijks leven is dat de uitdaging. En bij elk dagelijks leven is dat eigenlijk.

co k nám nepatří, ale musíme se akceptovat. A pak jsme vlastně hierop, op deze aarde. na téhle zemi a mezi vlastně zemí a nebem. Ale uh, sám je to, je to pro mě také, to byla těžká perioda a vždycky to bude takový trošku spannend. Ja. Že to bude napínavé. Napínavé. Právě sem proudí nádherná na, na, energie Kisiana, na, to, jeho napojení tady cítím. Jo, energie, it's uh, to full in days studio. Um, Kisiane, bylo by možné, abyste trochu té nádherné energie, kterou přidáváte u Daršanu nebo při Daršanech, zprostředkoval i divákům? It's uh, jak je v bejtě u energie na dekajkrstu. No to is, okay. mm -hmm. Určitě. Mm -hmm. Tak děkujeme. Já, já. A když to genoeg is, dan zal ik ook weer mijn ogen openen en dan zal ik naar ja? uh, a uh, až otevřu oči, tak uh, tím to končí mm -hmm. to předání té energie. Takže milí diváci, můžete se naladit, napojit a, a vnímat jeho krásnou energii, která skrze vzkeze

Děkuji. Děkuji. My děkujeme. Děkuji vel. Já jsem se tak říkala, o čem se budeme dál bavit, když to nejlepší teď už jakoby vyplynulo z rozhovoru. Ik had de uh, vraag mijzelf wat wij gaan wat hebben. -no oh. Ale die mooiste is nou oud Oh ja. Yeah. Mohl by nám teda přiblížit, co všechno vlastně lidé můžou uh, přijmout během daršanu? Uh, Zo toepas niet darsan, nee, maar proch dawa darsan, nee. Kan nu even uitleggen wat uh, die darsan betekent uh. en wat voor die mensen bracht. Ja, voor darsan is voor iedereen verschillend. Proch dawa is darsan uh, rozdiel. Iedereen ontvangt hetzelfde. Uh, Nekdo, wie kent de zoon? Na darschano, dan dostanou iemand hetzelfde. Niemand krijgt minder, niemand krijgt meer. energie. Dus, dus de, uit en maar voor uitwerking, de uitwerking voor iedereen is ook anders. En ...elke gevoelens is ook anders. Ja. En ik heb een filmpje dat is al van denk ik van zeven jaar of tien jaar geleden. nog... is de zeven jaar geleden. En daar kun je precies zien hoe het was, zeg maar. je En je en met to te delen, zeg Ik zie op dit moment, als ik mensen aankijk, dan zie ik hun helemaal. Als ik naar waar mensen dan zie ik het helemaal. Op alle, alle niveaus van hunzelf. Op elk niveau. Mm -hmm. En dan krijgen ze vanuit uh, van waar ik vanuit mag werken, vanuit mijn hart en vanuit uh, die bron, zeg maar. A, hoe uit mijn hart, eigenlijk uit mijn bron, krijgt heb het en dan krijgen ze precies wat ze nodig hebben. En dostanou En dat kan ik niet bepalen zelf. Ik ben alleen maar het. En De messenger, de boodschapper. Ja, niet en toch weet ik dat het voor vele mensen hun leven zal veranderen. Maar ik weet dat het leven zal door die mensen. změní. Maar we moeten dat niet al te groot maken. Ale někdy to nesmíme dělat větší. Soms het ook een tijd. Větší, že zítra už bude jiný život, ale tohle má také čas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Něco se děje okamžitě. Něco se děje okamžitě. Něco, zase... něco se děje za tři dny, uh -huh. něco se děje za týden. Anders, za měsíc. Anders komen de hele grote verwachtingen. jinak jsou lidi v očekávání. Maar we weten het nooit. Dus het kan zijn dat iemand hoofdpijn heeft. En drie weken later is de hoofdpijn voor altijd weg. En Soms is het ook in de ochtend al, de volgende ochtend. Ale někdy Misschien is iemand niet in een gelukkige relatie. heeft een nešťastný relatie.

En soms zijn er ook dingen die ze denken: van oh wow, wat gebeurt er nu in mijn leven? En gaan ze er tegen vechten. Maar ze komen in transformatie. transformatie ze hebben er zelf om gevraagd. Na se sami sebe pak en daarvoor moet je altijd oppassen met wat je wenst. En je moet jezelf op zijn je doen. vlastně, co si přejeme. Ne, to over... ja? Přitom Daršanu má každý své přání. Ale na to se musí dát pozor, co se přeje, aby se to přálo v tom... Aby se to správně vyplnilo, že? Já, to gaat nu niet over Daršan. Nee. Dat was. Uh... Ik, ik ga nu even over, over iets, al iets ja. vertellen wat niet, niet met Darshan te maken heeft. Uh, chce Maar ik ga een verhaal vertellen. Ik een verhaal Er was dus iemand die, die, die zei tegen God. Geef me een open hart. Geef me een open hart. En hij bidde, bidde, bidde en geef me een open hart. Er was iemand die vroeg van de heer, Vergeef mij een open hart. Geef mij een En een paar weken later lag hij op de operatietafel met een open A za paar dní ležel na operačním stole ze srdcem. Dus als je wenst, ge geef me een open hart. Když si přeješ, dej mi otevřené srdce. Kun je beter vragen? Dat je lepší. Het Ještě, neřekl otevřenou mysl, to by dopadlo Dus je kan weten, misschien zo zeggen van, oké, okay, verbind me met mijn spirituele hart. Het is misschien beter om te zeggen, geef me En voel de liefde in mezelf. En leer me zelf te liefde Dan zul je het ook in anderen zien en liefde voor de anderen voelen. Dan zeg een woord dat zich a maar geef je opzicht op het woord, op je En voor de dieren. A milovat nejen sebe, ale milovat lidi, milovat zvířata, milovat en, rostliny. En And planty. that is what darshan is. A vlastně tohle všechno je darshan. Dat je voor alles gaat uh, Že se cítí láska k sobě a ke všem. Yeah. naší řeči by se dalo přeložit, že darshan znamená požehnání milost. Uh, dat je on vier dat is like, uh, for uh, wat komt Van God, het is de blessing van God. Nee, de blessing. Posehnani. Posehnani. Ja, ik ben alleen de boodschapper. Alé, jsem jenom prostředník. Je bent in aanwezigheid van God. Jsem vlastně jenom informato dot pána Boha. Maar voor God is een beladen woord voor ons allemaal. Alé, boh, si divkaj demz nas. We hebben er eigenlijk geen goed woord voor. A, lepší slovo není. Maar als je de vrede en liefde in jezelf vindt, dan heb je het gevonden. als iedereen liefde naar zichzelf dan vindt God Ik hoop dat ik nu de juiste woorden vind, want juiste uh, taal maakt ook veel. Uh, iedereen heeft zijn eigen ervaring van taal en van woorden. Ja, en iedereen heeft eigenlijk zijn eigen ervaring. Als je in de kerk bent opgevoed en die wordt God, dat kan soms heel beladen zijn. Als je niet in de kerk dat tak maakt In het oude Testament bijvoorbeeld zijn hele zware teksten over God. God uh, We in het Testament dus ook zwaar woorden over God. De God die straft. Dat God je moet straffen. Dat het Nieuwe Testament straffen. Dat God je moet yeah. liefde. En heb ik het nu alleen nog maar over de westerse mentaliteit, waar wij ze zijn opgegroeid. Nou, teď uh, mluvím jenom o západní mentalitě, kde jsme vychovaní In Nederland is het heel calvinistisch. Nizu zemí je... Evangelické? Ano. Ja, yeah, Hodně evangelické. Ja, dat is van... To ne a... nevadí. No, to nevadí. <laughs> Ale... Čili on, on, on vlastně Tahle energie vůbec nerozlišuje, kdo... Eh, dvě, Tahle dějaký, energie a... vůbec nerozlišuje, z jakého náboženství. Přesně tak, spadá. Padá nic. Chodí, chodí k němu na Daršan i lidé, kteří jsou absolutně neděřící za to už? Kom na jou sesí auk mense, bylo v Nix. Jak bylo v Nix? Ne, Nixon. Jsou tu na jou na sesí, ja. na Daršantu. Ja. A die geloof voor niks. Hmm. God, Ja, so materialistisch. Het is materialistische ja. mensen. Komt zo, so, so mensen ook bij OM UM Alles komt bij mij. Zeg nog even goedie, Ik ik zal je ik zal je voorbeeld geven. Uh, uh, dame wat Dit weekend. Tento uh, weekend. Uh -huh. uh, is een is iemand en, en zij, zegt tegen haar vriend al jaren over praat over mij. Die praten al heel, heel aantal jaren over mij. Uh, Belatamietna. Wanneer komt eindelijk Kees Jan nou eens? Al sinds de laatste paar jaar om me omgevallen. Hij is heel sceptisch. Ja. Wanneer mm -hmm. komt er weer Kees Jan? Maar hij ontvangt de Darshan. En deze man was heel sceptisch. Hij uh, valt achterover, wordt opgevangen. Hij kreeg de Darshan. Mm -hmm. Ligt twee uur in sessie, ligt twee uur in Darshan. a opravdu odpadl a přijímal Daršen. A potom jí řekl, měla si pravdu. zijn ja. A ze začátku byl velmi skeptický. Ik ja nechtěl tomu věřit. já to... uh, 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 nemusím sám sobě nic dokazovat, nebo někomu něco, něco dokazovat. Heb je geen ervaring, Is Každá zkušenost je Maar ik weet dat het later wel iets plaatsvindt in mezelf. Maar ik weet dat dit altijd... En dat is het enige waarop ik je kan vertrouwen. En dat is het enige waarop ik kan vertrouwen. pracuje. Dus ik weet dat het uh, ja, werkt. En dat het z'n functie heeft. Het werkt op alle niveaus. a vlastně to dostane každý člověk. A pracuje to na všech, na všem na všech stupních. Yeah. V podstatě i v tom skeptikovi probudil toho uh, boha. Ano. Uh, Zajsek je by skeptici skeptic Já. Yeah. Chvon uh, vakrvat? vakr Já. a v toch. Ano. I v tom skeptikovi probudil wow, tam ano. Vztruh... Musím říct ano. Ich trau... Taky byla, taky byla. Lidé se vůle von Dina uit roep. Uh, Vlastně lidi ze svého vnitřku slyší to volání. Je kontrolou vytela. Uh, můžou se o tom povídat.

A pak zažijou nesmírně uh, uh, silné momenty. A všichni jsou velké. A všichni jsou velké. A všichni jsou velké. Ale každý je u mě vítaný. A já jsem děkujeme, že jsem to mohl říct. Proto jsem tu. Chtěla bych položit otázku, uh, která, myslím, um, je tady naprosto trefná. A sice může každý člověk Dava Darshan. Ik wil je ook eens vragen: is het mogelijk? Kan iedere mens die darshan geven? Nee, is niet mogelijk. Eh, toen niet meer. je En uh, wie kan dan die darshan geven? Ik vind het een hele moeilijke vraag, moet ik zeggen. Ja. Ja. En ze misschien weten dat ze een logistiek op tafel kunnen. Zeg maar, in bepaalde landen is het gewoon dat je gezien wordt in, je, in, in wie je bent. Ja, het zo dat nee, ja, soms wel In India word je gezien in wie je bent. A en de, je ik Ik ga wel eens vertellen. Ik heb iemand ontmoet in Amsterdam. Rekno, uh, Já jsem někoho potkal v Amsterdamu. Ik ga niet zijn naam noemen. Uh, nebudu říkat uh, ik, jeho jméno. Ik zou ook niet van andere hun namen noemen. Maar iedereen kan bedenken uh, wat in India is of in andere landen is, wie dat kunnen zijn. Ale třeba někdo bude vidět, uh, kdo to může být. En ik zit op een terras in Amsterdam. Seděl jsem na terase v Amsterdamu. En ik kijk wat in zijn ogen. A koukal jsem někomu do očí. En hij komt naar mij toe. Ah, ten chovik prijsel ke mne. En hij zegt, ik heb over jou gedroomd. Eh, hij me, me se o tobje zdaal. En ik, ik zeg, ja, ik heb ook over jou gedroomd. A jasem mo antwovidel, alleen me se zdaal o tobje. En we herkennen elkaar. A me se známe. En hij zegt, jij ja, hebt iets. A on rieklo, tij njezo maas. Er zijn een aantal mensen hier op deze planeet, op deze aarde. Is er veel na veel planetě op deze planeet en op deze Die deze talent heeft. Kijk. Deze gave. Maakt takový talent? En jij moet dat gaan delen met de wereld. A die hou je. Het is jouw opdracht. ze o nee delen. En hij reist ook de wereld over. A dat is je toekomst. úkol. is je toekomst. Het was een Irakees. Iemand uit Irak. A. Toen is iemand uit Irak. En hij heeft mij gezien. En hij heeft mij gezien. Ik ben begonnen met twee mensen. En hij is begonnen met twee mensen. In een paar weken werd ik overal uitgenodigd. Bij een paar weken ben ik gewoon op het festival begonnen. En hij is sessie, en Sesie, ook zonder dat hij het wist. En mensen zeiden: wil je niet naar Amsterdam komen voor Darshan, voor, Dashaan, voor te geven? Ja. Wil je niet? Wil je niet naar Groningen gaan? No. Uh, wil je niet uh, allerlei provincies in Nederland? Uh, provincie. Hollandske. En dan werd ik binnen, twee, binnen een binnen jaar zat ik in het buitenland. Abijam er ook een Zo so is het gegaan. Dat is niet. het eigenlijk -2. Dus dat is wat het verhaal erachter. Dat is wásniet de verhaal van waar begon. Ik ben zelf als Kéjan heel erg onzeker. En ik, als Kéjan, ben vanaf het begin niet zo De kleine Kéjan, in mijzelf voelt zich soms, vindt het heel spannend. En Marianne, Kéjan weet me mij. Maar dit is een roep die groter is dan Kéjan. Uh, Onzeker, maar de grote gaysian, de We zouden het niet over de COVID We zouden het eigenlijk, we zouden het eigenlijk niet over COVID -periode maar in de COVID-periode hebben. A dat heeft niets te met de COVID-periode in dit interview, maar ik zal toch wat vertellen. Uh, Pochopitelně, že se budeme bavit, nebo bavili jsme se tady o té covidové periodě, ale teď bych rád něco řekl. bych vás se A to je poslední, co se k tomu vrátím, k tomu nešťastnému období. Over že the world. Byl tak nešťastný, nešťastný a utrápený, co se děje ve světě. Ik wilde nooit geen a tam se rozhodl, že už nechce dát další daršan. Mijn ziel daršan ale jeho duše Dat ten Darshan moet. En ik heb. En, en dezelfde persoon die, uh, die mij de eerste vertelde, zeg maar. En ten man die me voor het eerst in Amsterdam en Wij me. zijn vrienden nu. Uh, to zijn mijn vrienden. En hij, kom, hij was in Nederland en uh, heb hem ontmoet. En hij was in Nederland. En ik voelde weer ik moet weer gaan. En dat ik moet was afgelopen november op mijn verjaardag. Minul jrok bel nam Hoe wonderlijk? A, ik ben hem eeuwig dankbaar dat hij mij ook heeft gezien. Ik ben echt dankbaar dat we elkaar weer hebben gezien. Zoals ik tracht iedereen te zien als het voor mij ge, geschikt is. Jsem uh, rád, že znovu uvidím lidi, kteří na mém darženu byli. Hm. A jsem za to vděčný, že znovu už můžu se zase podělit o svoji sílu a předat jí. Iedereen heeft zo'n mooi talent in zich. Každý má v sobě tolik talentů. Maar iedereen wil elkaar kopiëren. Ale všichni chtějí taky kopírovat. Uh, mensen zouden willen doen wat ik doe. Maak maken, we maken kopie. een kopie. Is niet echt. Ze hebben hun eigen talent. En als we allemaal onze talenten zouden leven vanuit voor God. Voor de energie, voor alles wat is. Dan zouden echt op de hemel op aarde hebben. En als we al die talenten zouden openen en gebruiken, dan zou het echt een heilige aarde zijn. En mijn talent is om ev eventueel de talenten in, in de mensen wakker te maken. En mijn talent is om al die talenten die de mensen ondersteunen, te verboden. Iemand was bij mij op Darsan. Iemand uh, was bij mij op Darsan. Hij was een healer. Hij was een healer. En dat was een leger. Zij heeft een inzicht gehad dat ze beelden moest gaan maken als kunstenares. Beelden. En ze maakt nu beelden. En, en die beelden komen bij mensen in huizen en de energie straalt dat dan af. Ze heeft een inzicht dat ze iets moest Het is veel beter dan dat zij een praktijk had om mensen als te geven. budou do domácnosti, ale tohle bylo lepší než být léčitelkou. Otevřel se talent, kde ona opravdu uh, je dobrá, ale ne v tom léčitelství. So, this, that, that is it, my... a... A kan zijn talent als heel goed uh, jako pekař může svůj talent ještě víc navýšit. Er zijn heel veel mensen zijn nu moe. En in deze tijd is er veel mensen ongevend. zijn. Omdat ze doen wat niet bij hen past. omdat ze ook wat není vlastně niet cesta. Ik begrijp zeker natuurlijk je moet je huis onderhouden je tuin je je huis onderhouden Moet onderhouden en je tuin en je dagelijks kosten. je Moet je huis en Maar als a je, maar als je je talent van God hebt ontdekt. Ale když uh, otevřete ten talent a najdete ga, ten talent od Boha. Gaat alles gemakkelijk voor je. Tak vždy. Dan heb je. Se to poskládá a bude to jednodušší. A i ta materiální stránka bude pokrytá. Je hoeft bijna niet te slapen. A člověk nemusí ani spát. Je hebt altijd energie. Protože stále je energie. Ale als je talent van se otevřou ty talenty. jenom in het se dat ze openen Dus van een Nikdy nekopírujte nikoho. Maar word Ale zůstaňte sami sebou. Dat A uh, tohle to předávám všem lidem. Ja. Moc děkujeme. A těšíme se na požehnání od tebe. A uh, uh -huh. wij zijn heel blij. Ja. Yeah. En dankjewel voor go kant. Dankjewel. Děkuji. Děkuji, děkuji. En, uh, dat ik hier zijn, weer. děkuji že jsem se, uh, se znovu dostavit. Ja. Yeah. A malá praktická otázka, Lze si Kisiana objednat uh, třeba nebo jakože domluvit s ním možnost uh, daršanu? Is dus maar niet het uh, centrum. Uh, zij u vragen, wil vragen, is uh, het mogelijk? Met je aspartame. Als iemand studio of een centrum. Van, je kan een darzang geven. Als mensen dat willen ja. doen? Kunnen ze met mij contact opnemen, ja. bedoel je? Ja, is is mogelijk. Ja. Je, je, mag... je doet Ja, zeker, absoluut. Ja. Als je me vraagt, uh hebt eigen website. Ik heb een website, ja. Ja, Kees Jan heb Maas, eigen je Blasniestraan. Ik heb zelfs een Tsjechische website. En Maas ook een Tsjechische straat. Ze hebben dat voor mij gemaakt, een Tsjechische. Het is zo oezo Ja, dus zeker, absoluut. En. En je zet hem te zien met Dima Darsani? Ik heb Darsjan. Darshan is, is eigenlijk zijn met in, 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 in je eigen goddelijke energie, zeg maar. Darshan is eigenlijk... Iedereen dus een deel van God in zich. Ja. En bij Darshan is het eigenlijk verbonden. Ik creëer in het veld dat jij je eigen goddelijkheid gaat herinneren. En dat je vermoedelijkheid gaat herinneren naar wie we zijn. Dus en ik doe ook uh, gathering geven. Daar is uh, Darshan, maar daar doe ik ook af en toe dingen uitleggen van oefeningen om in je eigen goddelijkheid te kunnen herinneren. Is je zie ze te En we hadden nu in Praag hadden wij een, een in een stad zeg maar in stadswerk. stad maar we hadden ook buitenwerk. en terwijl het toch, Praag is heel druk, maar toch daar was het stil, buiten. Ik heb nu ook Praze, Praag gewerkt, omdat Praag toeristisch is. Place, mm. yeah. Maar ik zou ook in de bergen hier willen werken en in de... Daar heb uh, ik een ruimte gemaakt en daar heb ik een lichte, energie uh, Ja, daarom. Dank je wel nogmaals. Mohu pracovat v jakémkoliv prostředí. Výborně. Děkujeme a těšíme a děkuji. se. Já? Ja? Děkujeme a těšíme se. Děkuji. děkuji.